Coach Jeroen van Vught, van harte gefeliciteerd met deze overwinning. Was dit het gameplan wat uitkwam of waar lag het vandaag aan? Ik denk wel dat het gameplan goed stond. Maar vooral de energie van de jongens heeft tot deze uitslag geresulteerd. Je zag in de warming-up al dat iedereen klaar was om te spelen. Ze werkten samen. De jongens van de bank hadden een grote inbreng. Dus alle kudo's voor de spelers. Niet alleen naar het gameplan van mij. Het gameplan moet natuurlijk ook nog uitgevoerd worden, maar daar begint het dan wel vaak mee. Je hebt een aantal nieuwe spelers, die waren toch best wel impactvol. Ja, we hebben natuurlijk met Ryan van Eijk een van de grootste Nederlandse talenten toegevoegd. Een dubbele licentie met OLA, Orange Lions Academy. En een international uit Luxemburg. Na het vertrek van Mike Schilder en CJ Keizer zijn we op zoek gegaan naar spelers. En dan zijn we bij deze spelers uitgekomen. Twee jongens die hard willen werken, die nog iets van een carrière willen maken. Ook heel erg, hoe zeg je dat, bescheiden zijn in een spel, in een doen en laten. Nou, dat zeg je verkeerd. In een spel zijn ze absoluut niet bescheiden. Maar in hun gedrag, nu bij ons als team, zijn ze wel bescheiden. En dat is wat we zochten. Spelers die willen werken en willen beter worden. Ik wou net zeggen, het team heeft vandaag eigenlijk best wel brutaal gespeeld hier. Want de bal had alles om voor te spelen. Dat zag je misschien ook wel een beetje aan af. Maar jullie speelden op die manier van dat je niet zomaar daaraan mee wilde werken. Nee, ja, kijk, wij kijken natuurlijk altijd naar onszelf. En we hebben heel veel pech gehad tot nu toe. We hebben elke wedstrijd bijna twee spelers gemist. Ik denk dat we anders misschien wel een paar wedstrijden meer hadden gewonnen. Dus ik vind ons persoonlijk beter dan de plek waar we nu staan. Maar hetzelfde geldt voor Leeuwarden. Ik denk dat die ook beter zijn dan de plek waar ze nu staan. En wij willen gewoon elke wedstrijd beter worden, elke training beter worden. En dan, ik verwacht niet dat we dit elke wedstrijd kunnen laten zien. Maar dit is wel heel erg hoopvol, nu met twee nieuwe aanwinsten, om op voor te bouwen. Denk je dat het nog uitmaakt dat Roel en Wietse natuurlijk hier heel lang hebben gespeeld en toch weer een beetje thuis kwamen? Ik denk het wel. Ik heb zelf ook gespeeld. En elke keer als ik dan in Den Bosch speelde, dan kreeg je een extra adrenaline. Ik verwacht dat het voor Wietse en Roel hetzelfde is hier. We hebben natuurlijk al een keer een wedstrijd hier gespeeld tegen Heren 3 voor de beker. Dus ze hadden er al wel een beetje aan mogen proeven dit seizoen. Maar ja, dat geeft altijd iets extra's als je speelt tegen oud-teamgenoten, tegen je oude coach. Voor mij ook, ik heb hier ook gespeeld, ik heb ook voor Radenko gespeeld. Dus voor ons is het wel extra lekker, ja. Nou, gefeliciteerd met de overwinning. Een goed closure van de nationale fase. En dan voor jullie in ieder geval naar de Silver League, waar hier nog een klein beetje de hoop is op de Gold League. Ja, nee, ik hoop dat ze dat Weert het haalt. Ik gun vooral Radenko alle credits. En ik hoop dat voor jullie Oostende, Antwerpen, dat soort teams mogen ontvangen hier. Dankjewel, wel thuis. Ja, Armin Stroil. Dit was een wedstrijd waar de verwachtingen hoog gespannen waren. Waar we het gevoel hadden dat we verschil konden maken richting de Gold League. Mocht niet zo zijn. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, we begonnen echt heel slecht. De eerste helft hadden we 26 punten en hun 41 als ik het goed had. Ja, dat is gewoon veel te veel. En in de tweede helft komen we dan steeds niet dichterbij. Dus ja, we hebben niet echt alles gegeven, denk ik. Waar lag dat verschil aan? Kun je dat verklaren? Energie was bij hun denk ik wel iets hoger. Bijvoorbeeld op ballscreens zie je wel echt dat hun meer druk gaven dan ons. En wij begonnen ook eerst under te gaan. Maar dan moet je nog steeds eerst pressuren en dan pas under. Dus ik denk dat meer de energie was dat het grootste probleem. En hun maakten de drie punten. Ja, maar in het begin ging het dan nog gelijk op. Maar het was toch wel op een gegeven moment aan het einde van het eerste kwart, begin tweede kwart, waar een verschil werd gemaakt. Het voelde ook heel erg dat het de agressiviteit in de verdediging was waar dat we problemen mee hadden. Ja, dat klopt, ja. En hoe kijken we dan erna uit als dat je dat in de vervolg opnieuw tegen krijgt? Hoe ga je dat doen? Tegen Feyenoord moeten we echt 110% geven als we de Golden League nog willen halen en om die wedstrijd te winnen. Dus ja, we moeten alles gaan geven. Werd je als team eigenlijk verrast door de aanpak van Yoast United vandaag? Ja, als je de score ziet zou ik zeggen ja. Dus ik denk dat we iets meer moesten voorbereid zijn op hun pressure. Want wij dachten dat omdat ze maar 6 spelers hebben in de echte rotatie, dat ze niet echt veel druk gingen zetten. Maar ja, deden ze toch wel. Maar uitgewonnen en nu dan zo'n duidelijke nederlaag, dat moet toch wel hard aankomen? Ja, dat hadden wij zelf ook echt niet verwacht gewoon. Dus ik weet niet waar het aan lag. Ik snap dat je ervan baalt. Toch bedankt dat je even tijd voor ons wilde maken. Dank je, Armin. Coach Radenko Varagic, not the result that you hoped for. How do you look back to this game? On maybe most important game on the league, during the league, we played our worst game. Today we didn't have any single player who stick in the rules, stick defensively, stick offensively.
But more than that was for me very disappointing energy level. Energy level of the game was really not there. This game you need to play with full energy, with full aggression, but we were really far away from that and well deserved, Josin, I think. Only Den Bosch two times in Cup beat us like this. Nobody else was near to beat us like this. They really give us school of basketball today. Congratulations to Jeroen van Vught and his team. They really played a great game and they really played good in last period. It felt that the aggressiveness that they played with, especially in their defense, was a hard match for our, especially for the backcourt. Is that something that you worry about? I'm not worried. I think we can play a lot better. I think today really nobody was there. I think some other teams try also to pressure us, but we really could punish that. And we punished that in the past, but today we were really not aggressive. We looked like we didn't know what to do. I also need to look in my mirror. I really need to analyze what I did wrong, what we did wrong. But what is good only from this situation is everything still in our hands. It's only more difficult way, and also injury of Elijah, really, because we don't have enough players for practice, not for the game. And we will see how that will look on next two games. The injury for Elijah, any news or any idea how bad that might be? I don't know. He think on this moment what he told me that is not good, that is bad, but we'll see. Okay, that would be that would hurt a lot, of course, in the rotation moving forward. Is that also this game, the stress of a young team and the feeling that they play for the first time for something? I mean, we've played a lot of times where there was nothing to lose, you could only win. Yeah. And now all of a sudden the things have changed. But for sure that this team still don't know how to win these games. I told that after the last two games we lost from Den Bosch at home, almost win. In Leiden we played great game. I told somebody from board or coaching staff, I would really like that we lost both that games 30 points and today win 5 points. And that is where we need to learn how to become the players who we need to learn how to win this game. Today, energy level and for sure that is mental pressure made that we were not here. How do you move on for this game? Because it's already next Wednesday when you have to go to Rotterdam to play Feyenoord. Next Friday we're going to Feyenoord. Tomorrow is second team playing here. Monday will not be too many players on the practice because I need to give day off players who are playing second team. We will Tuesday, Wednesday and Thursday first see can Elijah play and after that make game plan for Rotterdam. We will fight, I guess, and I hope. And it's important that we have good energy, that some players step up. And we will see. Even we have two match balls, and first in Rotterdam, but also against Zwolle here. We will see. At the end, maybe this is what we deserve. Maybe this is what we deserve. Also, maybe unluck little during the season, but also other teams have a lot of injuries. I cannot talk about that. It's not correct. And let's go work hard the next 2 weeks and try to win some games. If not, Silver League maybe will also be somewhere where it depends. But we would like still to go to Golden League. That is not a question. Thank you, Coach. I know after such a tough loss, it's hard, but thank you for your time. Thank you for your time also. Thank